Weet je, de energiemaatschappijen steunen een leuk verhaal. Ze hebben al miljarden, die krijgen ze al van zichzelf. En waarom nou nog extra ondersteunen? Het kabinet Rutte Kaag staat op het punt om miljarden over te gaan maken naar commerciële energiebedrijven. Dat pikken we niet. Goedemiddag. Wie heeft hier een hogere energierekening dit jaar ten opzichte van vorig jaar? Eerst was het 50 euro, toen werd het 60 euro, nu is het 105 euro geworden. Een derde van de huishoudens die gaat gewoon onderuit. En wat ons betreft gaan wij geen miljarden overmaken aan commerciële bedrijven en zijn die commerciële bedrijven ook niet de baas. Want ze proberen ons duidelijk te maken van ja, wat jullie willen kan helemaal niet. Jullie hebben allemaal gekke radicale ideeën. Nou, dat is helemaal niet waar. Het is gewoon niet in hun belang. En wat mij betreft is dit het begin als het gaat over het nationaliseren van onze energie, maar nu ook de zorg. Nu ook de post, nu ook het openbaar vervoer. Laten we de zeggenschap over onze energie terugpakken en de energie weer nationaliseren. Vind je dat ook? Teken dan onze volkspetitie op sp.nl/volkspetitie.